Aboom, abab, de verjaardagsrap. Klap allemaal mee en hou je klep. Op deze fantastische melodie vieren wij de verjaardag van Max. En Phoebe. Verjaardagspolonaise. We sluiten zo aan. Ik vind het meer een verjaardagsmalaise. Oh, ik ook. Dit kan echt niet meer. Maar die heb ik niet uitgenodigd. En hun ook niet. Of die gasten. Ah, meer mensen. Gelukkig heb ik mijn naamplaatje. Zijn die pizza's voor ons? Nee, mijn koerier bezorgt deze bij de Brekenbeen Karate School. Deze zijn met kaas. Die van jullie zijn met kaas. Hey Max, er zijn wat gasten van school die... Waarom bevries je mevrouw Wong? Ging je zeggen dat er wat gasten van school zijn die we volgens jou niet hebben uitgenodigd? Ja. Daarom dus. Wong hoeft toch niet te weten dat de hele school langskomt? Ik zei toch dat ik wel een feestje kon bouwen? Wat heb je met Wong gedaan? Wat heb jij met Wong gedaan? Ik? Kappen! We zijn ons ijsvrouwtje kwijt. Wat moeten we nou doen? Ik kan maar één ding bedenken. Kijk, al die pizza's zijn weg. Misschien heeft de koerier Wong aangezien voor een ijssculptuur en haar afgeleverd bij de karateschool. Dan moeten we gaan kijken. Dat is ons enige spoor. Sensei Kenny ziet alles. En zeker die mafkees daar die dat beeld komt stelen in mijn dojo. Lang verhaal. Dit is namelijk mijn ijssculptuur. Ik wou alleen niet storen bij dit maffe pizzafeestje. Vecht er maar om dan. Stop! Ik ben de uitverkorene en ik ben wedergekeerd. De uitverkorene? In een sportschool? Denk het niet. Goed, als ik niet de uitverkorene ben, hoe doe ik dit dan? Daar maak je weinig indruk mee. En als ik zou zweven, zoals op het schilderij? Ja, dat zou cool zijn. Oh! Iedereen, op je knieën! Dit is geweldig! Wat komt u doen, grootheid? Wilt u pizza? Een gratis les? Wilt u een uitreikkaart? Brendan, pak een uitreikkaart! Nee, ik kom voor het ijssculptuur. Zo, gauw weer naar binnen. Waar is dat feestje? Hier is geen feestje. Chips, 14 appjes van Cherry. Waar zijn jullie? Leuk feestje. Iemand had een aapje mee. Wist jij dat apen kunnen dansen? Oei. Sorry, aap pakt een mobiel. Oh. Beste feest ooit. Schoongemaakt. Fijne verjaardag, Fips. Nou, het goede nieuws is dat we het beste feest ooit gaven. Het slechte nieuws is dat wij er niet bij waren. Dat is nog eens een verjaardagsmalaise. Na alles wat we hebben meegemaakt, zitten we hier dan met z'n tweeën en een halve pizza. Met nepkaas. Hoe was het feest? Dat ging zo snel alsof we er zelf niet bij waren. Is het te laat om iets leuks met jullie te doen? Ja! We kunnen vast nog wel iets doen. Ja, je komt er wel wat laat mee, maar we stellen onze plannen wel een beetje bij. Jawel. Wees niet bang, geen mutsen of beatboxen. Maar als dat nou juist is waarvoor we naar huis zijn gekomen. Meen je dat nou? Oh, onze kindjes zijn terug! Drop is een meatball! De verjaardagsrap! Klap allemaal mee en hou je klep! Op deze fantastische melodie vieren wij de verjaardag van Max! Phoebe! Hij is een knul! En zij is een meid! Samen een huis vol gezelligheid! Jullie vader gaat golfen in Schotland en de kilt is de traditionele klederdracht. Het is ook traditie dat je je benen scheert voordat je een rok aantrekt. Wat de kinderen willen zeggen is... Gefeliciteerd, pap! Ah, wat vind ik dat lief dat jullie dat onder dwang zeggen. Goed, ik moet opschieten, anders mis ik de afslag. Thunderman vliegt weg! Monorok! Niemand omhoog kijken! Jullie vader blijft de hele dag weg. Dat geeft ons de tijd om het mislukte feest van vorig jaar goed te maken. Het spijt me, Henk. Ik dacht echt dat vis zo hoorde te ruiken. Fijne verjaardag, zo, hé,
wat is het mooi versierd. In dit tempo zijn we al lang klaar voordat jullie vader thuis komt. Alarm, alarm. Jullie vader is thuis. Hij is er al. Oh, als hij dit ziet is de verrassing er vanaf. Verstop de slingers. Oké. Mam, de taart. Oh. Ik zit onder de taart. Hé, hey, ik zit onder de taart. Henk, wat is er? De baan is gesloten wegens slecht weer. En op weg naar huis ben ik getroffen door de bliksem. 2 keer. Bliksem slaat toch nooit 2 keer in op dezelfde plek? Zeg dan maar tegen papa's kont. Oh, niet gaan zitten. Na een blikseminslag is de laatste plek waar je moet zijn binnenshuis. Binnen, waar het niet bliksemt? Je zit gewoon nog vol elektriciteit. Dat is gevaarlijk voor de kinderen. Je brengt ons toch niet in gevaar, papi? Ja, hou je niet van ons? Hé, hey, rustig. Er is niets met... Oh, was ik dat? Ja, ja, je moet naar buiten. Tot de elektriciteit uit je lijf is. Hang de slingers maar weer op, jongens. Nu. Jongens, dit is perfect. Ik had geen idee. We hebben alle mensen van wie je houdt uitgenodigd. Bedankt voor jullie komst allemaal. Dit is echt de verjaardag van mijn leven. Maar nu moet ik echt... Wacht, pap. Hier, maak open. Dit is van ons allemaal. Oh, oké. Okay. Je hebt geen idee wat die me heeft gekost. Earblasters. Mijn supervette earblasters. Oeh, een nieuw horloge. Bedankt, jongens. Jullie hebben geen idee hoe blij ik hiermee ben. Dat vertel ik zo gauw ik terug ben van de wc. Liefje, hij is bezet. Oh, ik hou het niet meer. Ik ga wel bij het tankstation. Mooi, jullie zijn er. Willen jullie het super cadeau zien wat we voor mam hebben? Oh, jullie hoeven me toch helemaal niks te geven? Oh, grapje. Mama wil cadeaus. Waar is het? Recht voor je neus. Hartelijk gefeliciteerd. Barbie? Mandy? Verrassing! Deze verjaardag wordt echt je allerergste nachtmerrie. Heb je nog niets verteld aan je thunderlingen over onze grote ruzie? Ik wilde hen niet laten zien hoe akelig het kan worden tussen zussen. Oh, inderdaad. Ik zal het niet laten zien. Verrassing! Ah! Mandy! Barb gaat zich niet tot jouw niveau verlagen. Zij is een volwassen persoon. Eet bliksem, Mandy, man een hand! Ik sta nu bij Henk. Haha, je schoot ook nog. Oepsie! Waarom is ze nog steeds kwaad op je man? Geen idee. Ik heb al sorry gezegd voor het afzeggen van de flitsende McGooger Babes. Ik ben zo blij met mijn betere achternaam. Je zus is duidelijk gestoord. Wat geeft het dat je 1 optredentje mist? Laat het gaan. Ja, echt, hè? Echt? Ze moet het niet laten gaan. Ik vind haar niet gestoord. Ik lik aan jullie afstandsbediening! Wat zei je daar? Denken jullie dat ze boos is over 1 optredentje? Ze zei dat het veel meer was dan dat. Haar zus kwam niet opdagen bij iets dat belangrijk voor haar was en ze is gekwetst. Nu lik ik aan de deurkrukken. Zie je? Gekwetst. En over een paar dagen waarschijnlijk ziek. Maar als dat echt het probleem was, dan moest ze dat gewoon zeggen. Nou, misschien is ze niet het zachte, gevoelige type dat graag praat over haar gevoelens, mam. Misschien is het wel makkelijker voor haar om te vechten. Mandy, ik wil mijn excuses aanbieden. Je bent mijn zus en ik mocht je niet teleurstellen. Dit is alles wat ik wilde horen. Er is maar 1 ding wat dit nog beter kan maken. Ik weet wat je wil!